Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben heel erg blij. Je bent blij dat je naar Ajax gaat. Maar ik kom nog even bij Vitesse nu, hè? Ja, maar hallo. Ja, nee, ja. Nee. Ja, dat hoort dan zo, hè? In de voetballerij hoor je dat te zeggen. Ja, precies. Zo van, nee, ik ben nog gemotiveerd bezig hier bij Vitesse, maar... Ik vind het leuk dat ik naar Ajax ga. Gezien, mijn gedachten zijn nog niet bij Ajax. Nee, absoluut ik wil niet. Eerst nog het goede seizoen afmaken met Vitesse. Ja. Dat werkt, hè? Ja, je kunt het van mij overnemen. Ze hoeven in Amsterdam niet te twijfelen aan jou. Nee. Jij kan zo die plaats van Jonker innemen en geen problemen. Nee. Daar ben ik van overtuigd. Maar er is toch lang, toch wel enige, maar dat weet je zelf ook wel, gedacht van, nou gaat hij Van der Brom het nou halen, ja of nee? Ja, maar dat denken ze al of 4, 5 jaar. Ja. En ja, zolang je nog steeds bij Vitesse zit, met alle respect, dan kun je dat natuurlijk niet bewijzen. En zo goed, is, met alle respect, ja, hè? Ja, precies. Het is nu, ik denk als je het verschil... Je moet netjes weggaan, hè? Ja, je moet netjes weggaan. Ja, dan begint hij weer, weet je wel. Ik, ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ben je er nou helemaal uit? Ja, ik ben helemaal uit. Vanavond spelen tegen elkaar John van den Brom en Edward Sturing. Wie het eerste 3 doelpunten maakt, wint. En Sturing verovert meteen de bal dankzij een harde schouderduw. Oh, de scheidsrechter loopt in de weg. Ai, van den Brom herovert de bal en schiet op de paal. Maar hij grijpt naar zijn onderbuik. En dat gebeurt hier, de oorzaak daarvan. Kijk, pok, daar verdwijnt die elleboog tussen zijn benen. En hij maakt echt een beetje een aangeslagen indruk. De nieuwe aanwinst van Ajax. Hier zien we dat hij er nog niet helemaal overheen is. Sturing heeft de bal. Is kipfit. Schijnbeweging goal. 1-0 voor Edward Sturing. Hopelijk herstelt Van der Brom zich. Daar ziet het nog niet helemaal naar uit. Gaat een beetje moeizaam en Sturing heeft de bal weer. En heel gemakkelijk maakt de verdediger daar zijn tweede goal. Van den Brom is in balbezit. En ai, dat ziet er natuurlijk helemaal niet prettig uit. Oh, wordt dit een blamage? Nee. Sturing mist en Van den Brom gaat nu misschien een tegengoaltje maken. Oh, oh, oh! Het is 3-0 voor de verdediger die beslist een veel fittere indruk maakt dan de nieuwe aanwinst van Ajax. Jammer stuk. Ja, ik niet. Ja, dat is wat. Maar luister nou. Nou, denken die Amsterdammers natuurlijk weer. Die Van den Brom, die kan er niet van. Kat in een zak, hè? Ja. Nu al. Ja, domper. Ja, zijn het dan toch die zenuwen? Weet je het ja. Publiek, hè? Dat het even te veel wordt voor je. Huh? Ja. Denk erom, hoor. In Amsterdam is dat ook, hè? Camera's en zo, dat zit er dan ook allemaal bij, hè? Verdedigen tegen aanvallen. Je kan hier natuurlijk wel floreren in de stilte van Arnhem, maar straks is het natuurlijk op de, vol in de spotlights van Amsterdam. Ja. En dan moet je die spanning wel aan kunnen, John. We hebben nog 2 maanden, Harry. Ja.